bedoel, wij doen eigenlijk backstage niks anders dan zelf ook gewoon lekker feesten, dus. Hoi, ik ben Romy en leuk dat je kijkt naar Kuip TV. We sluiten deze te gekke serie af met deze DJ. Ik ben Justin Milo, ik ben 21 jaar, ik kom uit Amsterdam en ik ben begonnen met muziek maken toen ik 12 jaar was. Mijn guilty pleasure is om keihard te springen op mijn eigen muziek in mijn slaapkamer. Ik begin elk interview met 3 stellingen om de DJ wat beter te leren kennen. Dus ik ga de DJ 3 vragen stellen en het enige wat hij moet doen is snel antwoorden. Nooit meer op een festival draaien of nooit meer zelf naar een festival. Nooit meer zelf naar een festival. Stelling nummer 2. Nooit meer muziek maken of nooit meer verliefd zijn. Nooit meer verliefd zijn. En stelling nummer 3. Wel of niet zoenen in de kroeg? Wel. Het is tijd voor Spin the Bottle! Spin the Bottle is een spel en het werkt zo. Er staat hier een bottle op tafel. Ligt op een rad met 3 kleuren, namelijk rood, wit en zwart. Rood is heftig, wit experience en zwart tips en tricks. En aan de hand van waar de bottle op komt, ga ik je vragen stellen. Duidelijk. Snap je het? Helemaal duidelijk. Nou, daar gaan we ervoor. Je mag de bottle spinnen. Tips en tricks! En de vraag is, naar welke artiest zou jij zelf gaan kijken tijdens We Are The Future? Ik zou tijdens We Are The Future sowieso naar 2 van mijn beste vrienden gaan kijken. Dat zijn Mesto en Mike Williams. Cool. Oké, awesome. Dus als je ook komt vanavond, dan moet je daar sowieso naartoe gaan. Als je wilt, mag je nog een keer aan de bottle spinnen. Gaan we doen. Tips en tricks. En de vraag is, wie moet je meenemen als je naar een festival gaat en wie zeker niet? Ik zou sowieso mijn beste vrienden meenemen. En ik zou, als je een vriendin of vriend hebt, zou ik die lekker thuis laten. Ja? En waarom? Je weet maar nooit wie je tegenkomt. Cool, cool, cool. Nou, tijd voor een nieuwe bottle spin. Super heftig, tijd voor heftig! En de vraag is, mag je zelf ook mee feesten als je ergens moet optreden? Zeker. Ja? Ik bedoel, wij doen eigenlijk backstage niks anders dan zelf ook gewoon lekker feesten, dus. Tips en tricks! En de vraag is, wat moet je echt niet vergeten als je voor het eerst naar een festival gaat? Altijd je goede humeur meenemen en misschien ook heel leuk je allerbeste vrienden. Die moet je natuurlijk nooit vergeten. Nooit vergeten. Nooit vergeten, ja, wij zijn vrienden. Ik heb nog een vraag die ik aan je ga stellen, die ik tot nu toe aan elke DJ heb gevraagd, namelijk, wil je een plaatje voor me draaien? Ik wil zeker een plaatje voor jou draaien, een hele speciale zelfs. Yay, plaatje draaien! Ik heb gehoord dat er een nieuwe single aankomt. Klopt. Vet, en die ga je ook voor me draaien. Gaan we. Cool, en hoe gaat die heten? Cheap Motel. Oké, nou, pomp hem erin. Ja, maar voor mij play drukken. Yay! Voorbereid voor vanavond en we weten zie ik je wel op We Are The Future Festival. Tot vanavond. En heel erg bedankt voor het kijken van deze video en wie weet tot snel op Kuip TV. Doei!